World Cup! Oké, hopelijk is mijn kwaliteit nu beter, want ik had net van mijn heel wit gezicht. Maar in ieder geval maakt niet uit. Dames en jongens en meisjes, welkom bij deze goed nieuwe video op mijn kanaal. Leven lange. In deze video ga ik even een kleine recap hebben over de World Cup 2022 in Qatar. Ja. Ja, dames en heren. Wat ik moet zeggen, ik denk dat de meeste mensen het wel mee eens zijn, dat dit WK... Wow! Ik heb nooit zo hard geschreeuwd. Ik heb nog nooit zo emotioneel gevoeld als andere WK's. Maar misschien komt dat ook pas omdat ik pas 21 ben en geen 40. Als je 40 bent, heb je natuurlijk meerdere WK's meegemaakt. Lalalala. Maar ik denk ook dat ik voor de meeste mensen die het voetbal niet volgen, zoals mij. Want daarmee wil ik meteen deze video beginnen. Dames en heren, ik heb geen idee wat buitenspel is. Ik kijk nooit voetbal. Maar ik moet zeggen, door dit WK ben ik wel meer geïnteresseerd geworden in voetbal. En ik denk dat er misschien wel meerdere zijn die nooit voetbal kijken, maar nu toch wel denken, misschien moet ik toch even weten op buitenspel, want het ziet er best leuk uit. Want ik moet zeggen dat ik dus dit WK echt de longen uit mijn lijf heb geschreeuwd en echt nog steeds kippenvel krijg als ik naar kijk naar wat Nederland heeft gedaan in het WK. Natuurlijk is Zanger wat de fuck die scheids heeft gedaan, maar dat is echt een lul. Maar hey, het mocht ons even niet zitten. Dit jaar was gewoon het jaar van Messi, want ja, iedereen denkt dat die heeft omgekocht. Daarvan ben ik er eentje. En de ander denkt, yo, Messi is de GOAT. Yo, mij boeit het allemaal eigenlijk niet, want ik volg voetbal dus bijna niet. Ik weet niet wat het was, maar de World Cup 2022 in Qatar? Het had me wel ofzo. Kijk, weet je? Ze zeggen het vanuit, ja, deze. Ja, klopt. Al was Nederland uitgeschakeld, alsnog checkte ik zeg maar een beetje alle wedstrijden. Van, oh, die heeft gewonnen, oh, Kroatië heeft die, oh, Marokko heeft die, weet je wel. Dat soort shit. Toch boeide me het ook wel weer wat andere landen deden. En ik moet ook zeggen, bij de finale wedstrijd, Argentinië versus PSG, of wat zeg ik, sorry, ik heb dus nogmaals, ik heb geen verstand van voetbal. Ik heb dit shirt gekocht toen ik 17 was, omdat die lekker zat. Ik ben helemaal niet voor een voetbalclub, hou dat even uit je hoofd. En nogmaals, ik heb geen verstand van voetbal. Maar ik was echt aan het juichen voor Frankrijk. Vooral in het begin toen, ze 2-0 achter stonden, maar toch weer met de 2-2 kwamen, dacht ik van, wow, dit is een throwback naar fucking Nederland-Argentinië, maar oké. Okay. Er werd uiteindelijk nog 3-3, en zoals gewoonlijk de penalties, die gast, de keeper van Argentinië. Nogmaals, ik heb geen verstand van voetbal, ik blijf het herhalen in deze video, want anders gaan mensen vast een andere mening hebben van, ja, die keeper is beter. Maar die guy stopte alle ballen, ik weet niet hoe hij het deed, maar als iemand goed met ballen is, is hij het wel. Vooral bij de penalties. Maar ja, ik moet dus vooral zeggen, en ik denk dat de meeste mensen het wel mee eens zijn, dat er echt dit WK een paar hele goede bangers zijn uitgekomen, zoals Speed World Cup. Wow, yo. Echt even een bangertje. Maar Argentinië, congratulations. Goed gedaan. Ja. Helaas voor Frankrijk, maar ja, volgend jaar beter. Maar nog heel even terug naar de highlight van WK, vooral voor Nederland. De laatste wedstrijd van Nederland in het WK. Ik heb nog nooit. Ik denk oprecht dat iedere Nederlander. Nogmaals, als je dus geen voetbal volgt, zoals ik. Kun je wel zeggen dat die wedstrijd, ook al heb je geen verstand van voetbal, dat een van de mooiste wedstrijden ever was. Ik heb er trouwens ook nog clips van dat ik aan het schreeuwen ben. En dat ik de eerste goal voorspelde, ik namelijk hier even een goed clipje van mij. Maar ja, helaas moet het met de penalties weer kut gaan. Dit was het einde van een dik vet video. Voor de mensen die denken, ik word een voetbalkanaal. Dat zeker niet. Maar ik wil dit nog wel even recappen. En ik had een fucking mooie film gemaakt voor deze video. Dus ik dacht, hey, moet het wel. Denk eens zelf als Belg zijnde ook deze wedstrijd misschien wel gewoon fantastisch vond. Wat er allemaal in gebeurde. Misschien was dit wel echt de beste wedstrijd van heel WK. Naast Frankrijk, Argentinië denk ik. Want die was ook wel echt om je hart erbij te pakken. Maar oké. Okay. Maar echt, dat is 1-2 van de beste wedstrijden. Op naar het volgende WK, het EK. Er komen heel veel goede video's aan. Ik heb heel veel video's al. Ik heb al 2-3 video's gemaakt. En dan ga even een leuk nieuwtje. Waarschijnlijk ben ik de volgende video. Heb ik geen baard meer. Want dan ben ik naar de kapper geweest. Dus ben ik geen zwerver meer. Yeah! Lieve dames en heren, dit is het einde van de video. Geloof in jezelf. En tot de volgende video. Dikke, vette tjala's. Oeh, ik wil niet dat je gaat. Want anders ben ik liever alleen. Yo, editor Levi hier. Deze video hoorde eigenlijk helemaal, echt letterlijk helemaal anders eruit te zien. Want deze video hoorde eigenlijk, het begin van de video hoorde anders te zijn. Het midden van de video en het einde van de video. Want ik had allemaal leuke clipjes laten zien waar ik op ging reageren. Maar ik heb alles nu anders moeten editen. Omdat, ja, blijkbaar toen ik deze video ging uploaden stond er dat niemand deze video kon zien. En dat hij in alle landen niet beschikbaar was om te zien. Omdat ik een clip van FIFA liet zien. En blijkbaar mag je de clips van FIFA niet op YouTube laten zien. Dat wist ik niet. Waarschijnlijk denken jullie wel, yo, Levi, dat is fucking logisch. Maar ik wist dat niet. Ik heb dat bij deze geleerd. Deze video is helemaal anders. Fuck. Maar hoop ik heb wel eens nog genoten van deze video. Nogmaals, de video was echt veel leuker. Maar het is een beetje
gek zooitje geworden. Maar in ieder geval, ik heb ervan geleerd. Dames en heren, bedankt voor het kijken naar deze video. Tot de volgende video. Tjallas. Oh ja, en op zondag komt er sowieso een nieuwe video om 7 uur. Doei!